GAPRO VC2 ziet er in de provincie Antwerpen en sinds vorig jaar ook in een deel van Vlaams-Brabant op toe dat prostituees op een veilige en gezonde manier kunnen werken. Jaarlijks worden er meer dan 1000 sekswerkers bezocht en komen er meer dan 3000 prostituees bij GAPRO-artsen op consultatie. En dat loont. We zitten met heel lage cijfers rond chlamydia, ook rond HIV. Het is bijna een toevalligheid dat we een HIV-positiviteit ontdekken. We zien ook in steden, bijvoorbeeld met havens zoals Athene, waar je niet over zo'n project beschikt, dat HIV-positiviteit bij prostituees oploopt tot 11-12%. Wat betekent dat dat een gigantisch risico is naar de klanten van de sekswerkers. Toch is er ook slecht nieuws, want onder meer de opkomst van het internet met daarop een groot pornoaanbod heeft de prostitutie fel veranderd. Prostituees gaan zichzelf verkopen via internet, gaan zich aanbieden. En dan natuurlijk voor de hulpverlening gaan wij die moeilijker vinden, want ze zijn onzichtbaar. Ze opereren eigenlijk van in hun kamertje, achter de computer. Klanten gaan op internet naar porno kijken en gaan zich allerlei fantasieën waarschijnlijk in het hoofd halen. En gaan met die fantasieën naar de prostituee natuurlijk. En ze willen ook soms heel vaak onveilig vrij, dus geen condoom gebruiken, want het gebeurt ook niet op porno. GAPRO wil nu een campagne opstarten om klanten te sensibiliseren. Verder komt ook de financiële crisis de sector niet ten goede. Dat weet Micheline, die zelf meer dan 30 jaar sekswerker was en nu al meer dan 9 jaar bij GAPRO werkt. Het is waar dat het momenteel heel kalm is door de crisis. En de klanten proberen wel binnen te gaan voor een mindere prijs. Of anders eisen ze toch veel meer voor dezelfde prijs voor bij de meisjes te gaan. En dat is wel droevig, het is wel triestig.